Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Need for Speed Most Wanted Road to 69. Je weet wel, die ene serie waar we challenges doen. Deze aflevering gaan wij proberen challenge 23 en 24 te unlocken. Dit doen wij door challenge 21 op 22 te halen. We kunnen kiezen uit een time trial binnen 4 minuten over een pittig groot stukje. Of ontwijk minstens 6 politiewegblokkades en ontsnap de ontsnapping. Succesvol om deze challenge te halen. We gaan toch voor de politiemissie. Want ja, de politiemissies zijn vaak redelijk leuk. Als je houdt van politiemissies. Dat is altijd zo. Dat vinden sommige mensen zeggen dan van ja. Dit is lekker als het je ding is. Of dit is. Ja, dit is leuk als het je ding is. Tuurlijk is het leuk als het je ding is. Want het is je ding. Ja, weet je. Oude kaas is lekker. Dit gerecht met oude kaas is lekker als je ervan houdt. Ja, tuurlijk. Als je ervan houdt is het lekker. Dat is een cirkelredenering. Nou, ik gewoon even kwijt. Ik ben heel erg aan erger dat sommige mensen dat soort uitspraken doen. Ja, als je hiervan houdt, dan vind je het lekker. Ja, natuurlijk, want hoe anders? Oké, wat ik even voor mezelf moet onthouden bij deze missie is... ten eerste zit er superveel politieagenten achter me aan. Ten tweede, ga geen afsnijroutes nemen. Je moet nu juist eerst door 6 wegblokkades heen. De politie zet wegblokkades midden op de weg neer. Ja, volg je me nog? Als je over golfbanen gaat rijden... door kinderziekenhuizen heen. Daar staan geen wegblokkades. Dus het duurt de missie alleen maar langer. Gewoon rondjes blijven rijden het liefst. Ik kan niet ook serieus gewoon rondjes rijden. Ze hebben hier een soort rondje. Zie je dat op de kaart? Dat ik nou gewoon iedere keer dit rondje blijf rijden. Ik zou het wel grappig vinden. Het is een alternatieve oplossing. En wat ik altijd zo leuk vind aan wegblokkades. Zo meteen gaan ze dus een eerste wegblokkade neerzetten. Daar beuk je dan keihard doorheen. Weet je wat de politie dan denkt? Hij beukt in het keihard door een wegblokkade. Laten we er nog één neerzetten. Alsof ik er dan niet doorheen ga beuken. Zo van, wat bezielt jullie? Gewoon even een kort vraagje. Ik heb geen idee of ze op dit gebied überhaupt wegblokkades neerzetten. Dus ik kan maar rondjes gaan rijden. Maar misschien komt het helemaal nergens op uit en kunnen we beter een andere route nemen. Het is overigens ook best wel saai om dit rondjes te rijden. Maar dat is een ander verhaal. Daar ga ik een andere keer een boekje over open doen. Nee, echt waar. Dit kan best wel bokken saai zijn. Ik ga er wel af hier zo. Oh nee, er wordt net een wegblokkade neergezet. Moet je zien. Gewoon keihard hier langs. Oh, kak! Nee! Dat was niet de bedoeling. Ik wou keihard die gast op zijn achterkantje beuken, maar dat ging niet helemaal goed. Ik ga keren. Ik wilde die wegblokkade heen, want anders heb ik nog steeds geen enkele wegblokkade. Oké, eerst een klein beetje gas, anders word ik gebust. Oeh, dat scheelde weinig. Ik was ook even helemaal stil. Mijn muiscursor was even om een of andere reden in beeld. Ik wil door die wegblokkade heen. Aan de kant, bitches. Fucking aan de kant. Ik zit in een gigantische slip. Ik wil dit niet. Ik wil door die wegblokkade heen. Aan de fucking kant. Oké, we gaan mooi recht, stabiel. Ja, mooi, gezellig. Heel veel politiewagens. Ik ben er doorheen. 1 van de 6. Het was misschien een beetje gezeik. Muiscursor, ga je stabiel. Dankjewel. Ik denk niet dat ik ooit zoveel gezeik heb gehad. Met proberen door een wegblokkade heen te komen. Op niveau 3 sterretjes, vlammetjes. Maar het is gelukt. Het is gelukt. Ik ben trots op mezelf. Dus ja. Nou, nog 5 wegblokkades te gaan. We moeten dan ook even zorgen dat we de politie niet kwijtraken. Weet je, de politie zijn echt hele lieve... onschuldige jongens. En als je ze kwijtraakt, wat moet je dan nog met je leven? Dan is het niet eens leuk meer om crimineel te zijn. Pof! Die vent is keihard dood. En mijn auto ligt op de kop. Mag ik een nieuwe? Dank je. Oh shit, ik ben de politie echt keihard aan het kwijtraken. Hoe ga ik ze ooit nog terugvinden? Hey, een wegblokkade. Chill. Hier, pof. Dit is hoe je een wegblokkade neemt. Gewoon keihard op het achterkantje. Ik kan uitleggen waarom je volgens mij, dus in theorie, op het achterkantje moet gaan. Kijkers. Lieve kokkers. Dat zijn jullie, hè. Jullie zijn de lieve kokkers. Waarom ligt daar een fucking steen? Oh, dat zijn vuilniszakken volgens mij. Lieve kijkertjes, hè. Wat zit er voor in de auto? Ja, de ruitenwissers en de remvloeistof. En de ruitenwisservloeistof ook. Maar voor in de auto, onder je kofferbak, wou ik zeggen, onder je kap, zit ook nog meer remvloeistof. Nee, de motor. De motor, bitch. Dit motor weegt veel. De voorkant van je auto weegt veel meer dan je achterkant. Daarom lijkt het mij logisch, natuurkundig gezien, als je een auto om wilt flikkeren, dat je hem beukt op het lichtste punt. En dat is de achterkant. Dus daarom, als je politiewagens wil doden, ga ik altijd keihard inrijden op een achterkant. En op die manier proberen ze dood te maken, dood, kapot, gehandicapt. Je kent het wel. Trouwens, ik ben net door een wegblokkade heen gereden en de game zegt alsnog 2 van de 6. Ik kan me ook niet herinneren dat ik de tweede heb gedaan. Dus eigenlijk zei hij eerst 1 van de 6. Toen zei hij opeens 2 van de 6. En toen ik de derde deed, bleef ik 2 van de 6 staan. Hier is trouwens weer een wegblokkade. Nou, gewoon door midden heen. Leuk, dankjewel voor het gaatje. Ik zag een gaatje, ik denk, daar stop ik hem in. Wat flauw. Oké, laten we proberen gewoon een beetje rustig door te rijden. Gewoon lekker langzaam rijden. Dan kan de politie bijbenen, dan gaat hij die langzamer makker. Kan de politie dus rustig een nieuwe wegblokkade neerzetten. Dolletjes.
Wat ik dus zo raar vind, is de politie heeft dus nu al 3 of 4 wegblokkades neergezet en ik rijd er iedere keer doorheen. Snap dan dat je gewoon een betonblok neer moet zetten of iets in die richting. Je snapt toch dat als je nu onbemande politieauto's neer gaat zetten, dat ik een keihard doorheen ga beuken en dat gewoon zonder geld is. Of gebruik meer auto's. Zet gewoon 20 auto's neer, dan kom ik er niet doorheen in ieder geval. Nu laten ze ook iedere keer gewoon gaatjes open liggen waarvan ik denk, dat is slordig. Oké, gewoon weer door het midden heen. Dan zat ik echt met 2 auto's. Het zijn echt wegblokkades waar je gewoon, ja, gewoon makkelijk doorheen kan. Gewoon een beetje persen. Je kan het hoofdje al zien. Die grap heb ik zo vaak gemaakt. Leuk feitje trouwens. Stel, we hadden dus net die baan, hè. Ja, dus hier heb je 2 wegen hier zo. Als je opeens wisselt naar de linkerweg en daardoor ontwijk je gewoon de complete wegblokkade, hoeft er niet eens doorheen te beuken, dan telt het wel als een ontweken wegblokkade. Gewoon wil je het weten, soms zie je op de map dus van zometeen komt er een wegblokkade, dan neem je even gauw een ander weggetje. En dan telt het alsnog als een ontweken wegblokkade. Gewoon leuk om te weten. Het is flink gezellig met mijn vrienden van de politie. Hallo vrienden van de politie, hoe gaat het ermee? Ja, het gaat erg politie vandaag. Ja, toch wel. Mooi om te horen, doei! We moeten door de 2 poortjes heen en dan keihard ontsnappen. Het ontsnappen wordt niet echt een probleem. Door 2 wegblokkades heen gaan wordt niet echt een probleem. Er is gewoon niet echt een probleem. Gewoon voor de verandering. Met mijn politiemissies, geen stress. Relax. Take it easy. We kunnen beter op de kleine weggetjes rijden. Want de wegblokkades op de kleine weggetjes zijn vaak een stuk makkelijker te ontwijken. Maar ik ga zo lekker hard vandaag. Ik hou van hard. Ik hou van lekker. En we doen het allemaal. Ja, we moeten toch even een keer iets van een strategie gaan aanpassen. Want op dit soort wegen zetten ze meestal geen wegblokkades neer. Kan ik mij herinneren. Maar I could be wrong. Daar heb je er namelijk eentje. Hey, kun je gewoon heel makkelijk langs rijden. Dit is gewoon triest. Dit is gewoon echt triest. Nou, dat is weer een wegblokkade erbij. Ik vind het niet erg. Gewoon even tussen jullie en mij politie. Ik vind het niet erg als jullie dit soort dingen neerzetten. Maar het komt gewoon zo triest over. Nog een wegblokkade. Chill. Poh, gewoon keihard door het midden. Gelukkig hebben we nu een gigantische wegblokkade. En de game zegt Rick, nu moet je misschien even gaan ontsnappen. Laten we dat gewoon lekker doen. Laten we nu gewoon ontsnappen door keihard te rijden. We kunnen altijd nog proberen hier en daar. Ga je naar links, politie, dan ga je lekker naar rechts. Doei. Een van de vele manieren om politie te ontsnappen is gewoon door keihard te rijden. En dat is toch een van mijn speciale favorieten. Zijn we overal politieagenten. En hier is nog een wegblokkade. Gezellig. Oh, er zit wel een klein gat in. De politieagent voor mij. Die werd namelijk ook geblokkeerd. Hoe zeg je dat netjes? Shit, als ik nu gepakt word, dat zou minder zijn. Haal die dode auto aan de kant. Dankjewel. Mocht even duren. Politie. Shit, er komt nog meer politie aan. Meer weg. Ik wil niet gepakt worden. Gerechtigheid. Liever niet. Niet vandaag, oké. Hier is een tankstation volgens mij. Als die nu even flink kapot kunnen maken. Dat zou zorgen voor een explosieve ontsnapping. Pof. Boom, boom, pow. Woe. Jammer genoeg zijn niet alle politieagenten ter plekke overleden aan hun verwondingen. Dus dan racen we lekker door. Links onderin zie je dus dat fantastische cirkeltje met die vlammetjes. Als dat cirkeltje vol zit, krijgen we level 4 politie. Dat wil je niet. Dan wordt de ontsnapping in één keer een stuk moeilijker. Laten we dat in ieder geval niet proberen. Laten we nog zo'n driehoekje zoeken. De ene agent die momenteel aan me aan is kleeft, doodmaken en ontsnappen. Oh, daar is nog een agent hoor. Oh, wat doe jij nou? Gekkie! Oh, gaat hij naar links? Gaat hij naar rechts? Hij gaat naar links. Oeh, rodeo. Ik kan wel even ontsnappen in het stadion. Maar het is me eerder gelukt om te ontsnappen in het stadion. Oh, hier is nog een wegblokkade. Ook altijd leuk. Hoeveel is dit? Nummer 8 of zo? Oeh, maar maakt niet uit. Ik denk, peuk er toch onderheen hoor. Fuck. Nee, toch wel. Maar me wel uit. Oké, doei. Later, sukkels. We kunnen hier ergens het stadion in. En dan kun je best wel goed ontsnappen. Maar momenteel zijn we ook best goed aan het ontsnappen. Maar daar is ook een politieagent. Kak. Ik dacht net, het gaat lukken. Nog een wegblokkade. Opeens, als ik ze niet meer nodig heb, zijn ze overal. Dat is niet eens heel erg. Want een wegblokkade, ja, blokkeert ook best wel veel politie. Dus het is niet heel. Oh, kak. Ik dacht, gaat goed. Ging het in één keer niet zo goed. We gaan hier lekker in. Ik denk als we hier gewoon even rustig aandoen dat we wel de politie kwijt kunnen raken. We kunnen proberen naar zo'n plekje te gaan. Zo'n draaicirkel op de kaart, weet je wel. Zo'n cooldown plek. We kunnen ook gewoon wachten. We zijn redelijk dichtbij. Een paar cooldown plekjes volgens mij. Ik even heel goed op het kaartje kijken. Daar is een nieuwsbusje. Geen idee wat die doen eigenlijk. Voor mij geven ze niet daadwerkelijk nieuws door. Maar hey, politie, die ene auto die jullie zoeken. Die is hier. Volgens mij weten ze dat niet. Dat weet ik eigenlijk maar 100% zeker. Alhoewel, wanneer weet je nou echt iets 100% zeker? Hè? Wat is waar? Hele ingewikkelde filosofie. Het balkje zit half vol. Als we hier naar rechts gaan. En dan naar links. En even dit kleine terrasje kapot rijden. Gewoon voor de grap. Dan zijn we bijna bij een cooldown spot. Laten we die even lekker pakken. Bij deze leuke vervuilende fabriek. Oh, bij het waterpark. Hallo waterpark. Hier kun je even stoppen. Oké, dan. En cooldown die shit. Pew, pew, pew. Yay. 8 minuut 55. Prima. Oké. Voor de grap doen we nu ook gewoon, we hebben toch nog 5 minuten te verspillen, weet je.
Of we moeten nog een challenge hebben van ontsnap de politie binnen 5 minuten. Nee, we hebben nu de missie vrijgespeeld. 5 botsingen. 5 infractions zijn haast nog makkelijker dan Roblox. Je moet gewoon 5 keer een politieauto gebeukt hebben of dood hebben gemaakt. Ik weet niet wat het is. Een infraction zou ook best zijn dat je ze dood maakt. Maar daar ben ik ook heel goed in. Iedere wegblokkade is bijna wel een infraction. Maar speciaal voor de verandering doe ik vandaag deze Tollbooth Challenge. Ik doe alsnog volgende aflevering die Infractions Challenge. Gewoon voor de grap doe ik nu een Tollbooth. Die doen meestal een minuutje of 4, weet je. Gewoon geinig. Gewoon af en toe ook leuk om het race deel van de game te belichten. Ik ben niet echt een race game fan of zo. Behalve Need for Speed Most Wanted. Het is gewoon echt een goede game. Ik wil de game misschien gaan let's racen met Gossen. Jij weet wel, die ene bitch die mijn compilaties maakt. Hoezo dat? Hij speelt de game ook. Hij is er ook redelijk bedreven in volgens mij. En de main storyline van de game is dus, je moet op de blacklist komen. Dat is een lijst met de meest gezochte autocrimineeltjes. En je wil op nummer 1 komen. En dan moet je dus iedere keer een paar races winnen. X aantal bounty hebben en een paar politiemissies doen, zoals wij nu doen. En als je van al die dingen genoeg hebt, kun je tegen een baas vechten. Ga je weer een leveltje omhoog, moet je weer moeilijkere missies doen, moeilijkere races, weer tegen een baas vechten. Het leek ons tof om dus allebei te beginnen op blacklist nummer 15. Gewoon een nieuw game. En degene die het eerst bij op nummer 1 is, die wint de race. Dat is echt een race die letterlijk misschien wel 24 uur aan gameplay duurt. De serie die ik had was voor mij 30 afleveringen of zo. En daar is heel veel in geknipt. En nou, niet geknipt, het is gewoon heel veel weggelaten. Echt meer dan de helft is offscreen. Wat ben ik ook weer aan het doen? Oh ja, Tollbooth. Soms ben ik gewoon zo relaxed aan het rijden dat ik gewoon niet eens meer weet wat ik aan het doen ben. Ik zag een pijltje met politie. Denk eens dat positief of negatief, dacht ik. Huh? Dus ja, Tollbooth is in principe meestal wel te doen. Als we daar een let's race van gaan doen, wordt het echt een let's race van 50 afleveringen. Maar het is wel een leuke let's race. Dus wie kan het eerste Need for Speed Most Wanted helemaal uitspelen? Het grappige is vooral, als je één bepaalde race niet kan winnen, dan zit je helemaal vast. Dus dit kan heel erg omslaan. Eén moment staat de ene persoon voor, andere moment niet. Oké, nou. Irritante politie, met jullie irritante politieheid. Ze maken het wel een stuk moeilijker, die Tollbooth Challenge. Want ja, ze vertragen je toch wel flink. Vooral botsingen met andere auto's zijn niet aan te raden. Oké, dan waar komt het Tollbooth hokje? Want ik heb nog 23 seconden. Ze komen dat het krenk snel komt, anders dan wordt het helemaal niks meer. Hier zit een bocht. Dat zag ik eigenlijk alleen omdat ik goed naar de kaart keek. Aha, daar is hij, om de hoek. Als je nou voor niet in een irritante slip raakt, dan komt het helemaal goed. Hallo? Ja, hurry, hurry. Oké, we hebben nu in principe nog een voorsprong van een paar. Oh, kijk. Geinig. De ene Tollbooth. Heb je dus echt meerdere minuten voor. En nou opeens doen ze 25 seconden tussen twee Tollbooths. Eigenlijk 15 zelfs. Nou is de vraag, hebben ze zometeen meer of minder dan 9 seconden voorsprong? Dat is altijd belangrijk. Eigenlijk is het niet belangrijk, maar het is wel handig om te weten. Oké, we hebben echt misschien een halve seconde gewonnen over het laatste stuk. Hurry, hurry! Over 20 seconden weer een Tollbooth. Spannend! Had je daardoor kunnen afsnijden? Oh my god, het kon gewoon. Soms doet de game namelijk heel irritant en dan mag je de meeste afsnijroutes niet gebruiken. Maar deze keer mocht het wel. Oké, we hebben nog steeds 9 minuten voorsprong. Dus het gaat gewoon precies goed. Het laatste stukje is 45 seconden, dus eigenlijk 35. Dus eigenlijk mogen we gewoon 25% langzamer zijn. Dat is niet helemaal waar, maar ik heb geen rekenmachine bij me om het exacte percentage te berekenen. Lul. Als je over dat soort dingen gaat zeiken, ja, het is helemaal geen 25 seconden. Tuurlijk is het geen 25 seconden, maar het zit er in de buurt, jong. Het zit in de buurt. Oké, dan. Aan de kant, politie. Ik probeer een race te winnen. Oh, sorry. We wisten niet dat je haast had. We sturen de bekeuring wel thuis op. Ik heb geen huis. Doei. Nee, daar is het einde. Daar is de finish. Bam. Kijk, kan je gewoon een heel mooi verhaal ophangen over bitches neuken. En dan kun je gewoon tegelijkertijd de missie halen, of niet dan? Jongens en meisjes. We gaan kijken voor deze aflevering van Need for Speed Most Wanted Road to 69. Weer een nieuwe aflevering vol avonturen van jullie favoriete internetheld, ik69je. Dat is de username die linksonder staat, ja. Dankjewel voor het kijken, ook voor hem leuk. Doe even een duimpje omhoog voor meer Need for Speed Most Wanted Road to 69. Bedankt voor het kijken, doei!